Jeroen Kijkamp, wethouder in Utrecht, hier in Regensburg. Daar wordt vanaf vandaag intensiever mee samengewerkt met de regio. Wat is er precies afgesproken? Ja, we zijn vandaag met een grote delegatie van Utrecht en Amsterdam in Regensburg. En we zijn vandaag heel druk met het thema urban mobility. Hoe houd je je stad leefbaar en bereikbaar in een snel groeiende economie? En we hebben vandaag afspraken gemaakt om meer te gaan samenwerken, ook met Regensburg. Dat het hele thema van elektrisch rijden, al die uitdagingen, je eigenlijk dezelfde vraagstukken tegenkomen. En waarom dan specifiek hier in de techbase? Ja, dit is toch het technische hart, innovatieve hart ook van Zuid-Duitsland. Grote automobielindustrie, BMW, Continental zitten hier. En wij hebben heel veel kennis vanuit het Utrechtse ook al met elektrisch rijden, met laadpalen, hoe dat ontwikkeld moet worden. En je ziet daar gewoon verbinding ontstaan en daar zijn we nu over verder aan het praten. Ja, want het blijkt toch wel dat de Duitsers het wel heel interessant vinden dat Nederland zoveel laadpalen al heeft staan. Ja, we lopen enorm voor op Duitsland met het aantal laadpalen. Duitsland is aan de andere kant natuurlijk weer een land met een hele sterke innovatieve automobielindustrie. Dus als we die kunnen combineren, die twee zaken, dan kunnen we er beide van profijt hebben. Ja, nu is continentaal in Nederland eigenlijk helemaal niet zo bekend, hè? Want dat speelt zich allemaal wat meer op de achtergrond af. Maar waarom is die partij toch zo belangrijk? Ja, het is een partij voornamelijk bekend van de banden. In ieder geval was het bij mij tot dit bezoek. Maar het is een heel innovatief bedrijf wat heel veel onderdelen in de automobielindustrie levert. En daar moet het elektrisch rijden ook echt onderdeel van worden. Dus met zo'n partij aan boord, dan kunnen er echt stappen worden gemaakt. En ze komen dus later dit jaar ook naar Nederland voor een tegenbezoek. Ja, dat is al afgesproken. De stad Regensburg, maar ook Continental, willen naar Utrecht komen om verder zaken te doen. Dus daar zijn we al heel verheugd over. En via Continental dan naar de rest van de autobedrijven in Zuid-Duitsland? Ja, we gaan vandaag nog naar andere automobielbedrijven om het hele onderdeel urban mobility echt op de kaart te zetten. En dit was een hele goede eerste stap.